Goedendag en welkom terug bij een nieuwe video. Deze keer de FIFA 21 carrière mode van niemand minder dan Beerschot. Na een lange tijd kunnen we dit eindelijk nog eens doen en het is een ploeg dat ik altijd goed op het hart heb gedragen. En ik hou wel echt van die ploeg, zeker vroeger met Starclay. Dus daarom doe ik ook een carrière mode met Beerschot. Zet je schrap en veel plezier met de carrière mode van FIFA 21 met Beerschot. Hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe video. Deze keer de carrière mode met Beerschot in FIFA 21. Het is lang geleden dat Beerschot nog een keer in FIFA zat, maar het is nu weer al van dat. En ik ben enorm blij dat Beerschot terug is. Onze paarse club in feite, ja, zo mag ik het wel benoemen. Het Kiel, de vurige supporters, het vurige Beerschot, Starclay, het groot gemis. En de grote rijke geschiedenis dat Beerschot toch wel heeft gehad in het verleden. Dus ja, Beerschot is in feite wel een coole en een trotse club voor mee te spelen in FIFA 21. En ik wou het eigenlijk al vorig jaar, maar toen is Mechelen in feite gepromoveerd. Of wat was het daar, de heel spel van 2 jaar geleden. Dus is het in feite nu de tijd aan Beerschot op een legale manier naar de eerste klasse te komen. Dus welkom bij de aftrap. Dat is zo'n beetje kijken hoe dat FIFA 21 precies in elkaar zit. Team selecteren, de klassieke wedstrijd. Dus je ziet het al, het is al wat vernieuwd. Maar we moeten eigenlijk voornamelijk hier niet zijn. We moeten terug in het menu zijn. Ik wil gewoon een keer tonen dat het menu eruit ziet. Hoe dat het er buiten laat uitzien. Het ziet er dus wel anders uit dan FIFA 20. Dat was voornamelijk rood. En hier een beetje paarsachtig. Een cool kleurke, een beetje blauw. Je ziet het EA Play, de proefversie, Volta Voetbal, Ultimate Team, Profclubs, alles is in feite hetzelfde gebleven van in feite FIFA 20. Gewoon een nieuwe layout met Mbappé natuurlijk op de voorgrond. En dat is natuurlijk wel chic, want ik hou wel van Mbappé. Ik heb daar ook een boek van, Mbappé. En ik heb daar ook natuurlijk een truitje van PSG, maar dan wel met mijn naam op. Carrière vervolgen, nieuwe carrière. We pakken dus Beerschot, ik vind het een trotse club zoals ik al zei. Maar ik denk, ja, ik kan mij perfect nog de dag herinneren dat Starclay zo verdedigde toen dat hij tegen de boom knalde. Toen was hij eigenlijk al bij Club Brugge en er was veel spel van gemaakt, er was veel heisa rond. En ik weet het nog, ik zat op de lagere school en de meester zei, de meester was in feite geen Club Brugge fan of een Beerschot fan. En hij zei, ja, Starclay is overleden, nobody cares, zei hij. Maar heel de klas lag dus wel in rep en roer en het was dus echt wel alsof dat er president Trump blijkbaar nu zo overdreven. Het was dus echt niet normaal dat iedereen daarmee meeleefde. En hij reed te snel, dat weten we allemaal. Hij reed met zijn Porsche. Hij was misschien wel echt dronken, maar je kan nooit iemand eigenlijk de dood toewensen. Dat is eigenlijk wel spijtig. Dus ja, we pakken Beerschot. Niet meer Beerschot, wel rijk. Wereldklasse, 4 minuten euro's ingeschakeld. Champions League uitgeschakeld. Financiële overname, daarmee kun je eigenlijk kiezen met hoeveel haat je wil starten. Je kan zelf tot 500 miljoen euro gaan. Dat moet echt wel cool zijn in feite. Dat kost eigenlijk in de voorbije FIFA's niet. Terwijl dat je genoeg punten had en dat dan zo kost installeren daar met die FIFA points. Ah ja, wat zeg ik nu? Met die spaardingen, hoeveel keer dat je FIFA opent. Voetbal is terug, de Pro League. In het begin van elk nieuw seizoen schijnt de zon op en hopen we op dromen het verleden. Vrede ligt achter ons, nu concentreren we ons op wat kan komen. En wat zal komen, de eerste wedstrijd van onze nieuwe campagne. De eerste dag van de rest van het voetballeven. Germinaal, Beerschot als ik het eigenlijk zo mag zeggen met de selectbal. De Pro League. De Pro League, het is niet meer de Jupiler Pro League. Mag ook waarschijnlijk niet meer, maar we houden ons nu vast met de carrière-mode van Beerschot. Je ziet het al wel dat er al een beetje veranderd is met FIFA 21. De layout, de intro ook, was ook niet. En we nemen de naam Beerschot. We gaan een beetje op het rustig, op het gemakje, de carrière-mode overlopen. We gaan dan in de volgende video een wedstrijd spelen met Beerschot. Maar eerst gaan we een keer kijken hoe dat het nu allemaal precies in elkaar zit. Want het is nog redelijk ingewikkeld met al die nieuwe toevoegingen. Trainingsdag, conditie, scherpte, moreel. Je ziet daar het logo van Beerschot. Ja, nieuw in FIFA 21, het is eigenlijk wel wonderbaarlijk dat ze in FIFA 21 zitten terwijl dat mijn konijn hier op de achtergrond lawaai maakt. Hier Mike van Hamel, Antoine Leol, algemene rating 60, Voro Fiski, Grise 66. Het zijn allemaal moeilijke namen blijkbaar bij Beerschot, dan mag ik dat allemaal van buiten gaan leren. Hier Frederik Frans, kosten niet allemaal zo simpel zijn, 66 rated, Bourdain 65, ook een Fransman. Van den Berg, een Bel, 25 jaar, algemene rating 60. En Buijs en Dom. Oei, het is Dom dat slim ook mee doen, anders gaat hij geen goeie zijn. Halaya, maar 67 rating Algerije, 23 jaar. Maboko, 22 jaar, België, algemene rating 62. Pieter Maat, België, 27 jaar, algemene rating 66. Samuzi, België, 68. Massangu, 59.
Holshouser, dat is voornamelijk de speler van Beerschot. Dat het Beerschot moet veranderen. 71 rated. Het wordt gezien als topschutter, aankomende topschutter van de Jupiler Pro League. Prima speler in feite, echt een spelmaker. Eigenlijk de sterkhouder van Beerschot. Het is echt wel een prima speler voor eigenlijk mee te spelen in de FIFA 21 carrière mode. Sanyang, Gambia, daar rijden niet veel van. Bronjo, ook in België. Algemeen 61, Suzuki 71, dat hij bij zijn truiden speelde, maar zo zijn er veel Suzuki's natuurlijk. En dan hebben we nog Nubisi. En ook een goede speler, alleen Nubisi is een spits. Spijt dat hij geen face foto heeft. Flippy, maar dat komt door de corona, dat pees ik dat Van Kamp hier echt anders legt. Dat is uitgesteld, die foto's, en omdat Beerschot opnieuw is en zelfs niet veel tijd dan waarschijnlijk. Maar ik ben toch blij dat er FIFA 21 is uit te komen. Ik denk de meesten natuurlijk zijn blij, voornamelijk ook de meeste spelen fit, maar ik speel er niet zo graag eerlijk gezegd. Ik speel meestal eigenlijk altijd KDN mode. Croquet Cup, heldenkwartfinale, 1A Pro League, eindig in de middenmoot. Contacteer 4 spelers in de jeugdafdeling voor elk van de volgende posities. Doelman, verdediger, middenvelder en aanvaller. Naamsbekendheid halen, winstreek van 5 wedstrijden waarin een eerste doelpunt wordt gemaakt. Dus ja, dat is een beetje het nieuwe eigenlijk, het naamsbekendheid. Vandaar de spelersalaris met 15.000 euro per week. Dus ja, een beetje zo van die dingen, je ziet het wel. Het is nog een beetje wennen dat we het eigenlijk allemaal moeten doen, maar het gaat wel goed komen. Oké, Nobisi, Holshouwer, Pietermaat. Oei, wat is dat? Min 10. Min 10 en de competitie is nog niet begonnen, maar die voelt hem ook niet goed in zijn sas, Pietermaat. Ja, maar wat moeten we daarmee doen? Die moet toch wel een clubbalje opzetten. Dus sorry, maar ja, min 10. Maar het begint toch goed dat het allemaal zo moeilijk gaat zijn in die carrière mode. Had een beetje bezig moeten houden met de training, conditie en de scherpte en al. Iedere keer in de zone dribbelen, verdedigingsscenario's, een mogelijkheid. Voilà. Verder scrollen, stop simulatie. Kijk, ik heb al een rating van 80, Arne Roze. Eerste andere dag met 0 punten. Van Hamel, hallo coach, namens het hele team welkom. Dus ja, iedereen die naar deze video heeft gekeken en een nieuwe video wil met de carrière mode van Beerschot, laat weten in de reactie. Ja, en misschien komt er wel een tweede video van de carrière mode van Beerschot. Er komt alleszins in. Van Club Brugge en van Anderlecht. Maar ik heb mijn 10 uur versie natuurlijk. Dat is wel een beetje spijtig dat het eigenlijk nu al niet is uitgekomen. Want ze zijn echt al laat, 9 oktober. Maar ja, bang bang. En hiermee ga ik afsluiten. Yo.